Basis- en strategische goederen kunnen nu effectiever en efficiënter worden gemonitord. Om dit te bewerkstelligen heeft het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie vandaag een prijscontrole webapplicatie gelanceerd. Minister Saskia Walden zegt dat met deze applicatie consumenten de prijzen van basis- en strategische goederen die zijn verwerkt in de app zelf kunnen natrekken. De bewindsvrouw zegt ook dat de webapp de mogelijkheid biedt om digitaal klachten in te dienen. En naarmate wij bevorderen, zullen we dat uitbreiden, want wij geloven in groei en verduurzaming. Dus hier beginnen wij mee, maar het wordt steeds mooier. In de afgelopen periode heeft de ICT-afdeling en het technisch personeel van het directoraat Technologische Innovatie van EZ hard gewerkt aan het ontwikkelen van een webapplicatie voor prijsopnames en de digitale indiening van klachten. Vaak horen we in de gemeenschap van, oh, er moeten prijscontroles gepleegd worden. Minister, prijscontroles in mijn resort of in mijn wijk, zo'n winkel. Nu lopen wij in feite met een prijscontrole webapplicatie dat beschikbaar is gemaakt door het directoraat Technologische Innovatie van het ministerie. Consumenten en ondernemers hebben via deze applicatie toegang tot een database van prijzen en kunnen deze vergelijken met de prijzen in de winkels. Het doel van deze webapplicatie is om relevante informatie voor consumenten, waaronder prijsinformatie en klachtenindiening, dichter bij consumenten te brengen. Shanila Santokhi, vertegenwoordiger van de president, zegt dat het ministerie steeds maatregelen treft om de prijzen in de winkels beheersbaar te houden. Ze geeft toe dat door de COVID-19-pandemie misbruik wordt gemaakt van de maatregelen van de overheid. Zo zijn er winkeliers die al een jaar lang van achter gesloten dievenijzerdeuren hun producten verkopen en geen toegang verlenen tot de winkels. Hoe moet de controle dan plaatsvinden? Ook worden er nog steeds vervallen producten verkocht en wordt de prijs aan de kassa verhoogd of een andere prijs gehanteerd. Daarom is de webapplicatie die vandaag wordt gelanceerd een mijlpaal voor de bevolking van Suriname. Deze webapplicatie draagt bij aan het beheersbaar houden van de prijzen. En ieder heeft hier voordeel bij. Want hoe ideaal is het nu als ik als consument kan zien welke winkels in mijn buurt de laagste prijzen hanteren voor de dagelijkse producten. Shanila Santokhi, vertegenwoordiger van president Santokhi.